Renate Dorrestein. Haar nieuwste boek, Het geheim van de schrijver. En dat gaat over het geheim van het schrijven. Renate Dorrestein was een week geleden in Scheltema om daar te praten over haar nieuwste boek. En dat gaat eigenlijk over het vak van schrijven. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat voor inspiratie heb je nodig? Is het hard werken? Hoe krijg je dat idee uit je hoofd op papier? En dan ook nog in de winkel. Want, zoals bekend, Renate Dorrestein is een succesvol schrijver. We gaan even luisteren naar haar lezing over het geheim van de schrijver. Een heleboel begrippen schouwt van het geheel. Dat is het niet tegen de kern van zaak. En zo groeide dus onder mijn handen een boek waarmee ik aanvankelijk hele andere bedoelingen had uit tot een handboek voor schrijvers. De zin en de functie van de literatuur, dat is dat de hoofdvraag. Wat is jouw persoonlijk antwoord daarop? Ik denk dat we ook allemaal lezen, om welke andere reden we daarnaast lezen, ook allemaal om meer te begrijpen. Om onze wereld en onze medemensen en onszelf beter te verstaan. En ik denk dat literatuur daarin een hele grote, overbruggende functie heeft. Tussen zeg maar onszelf en de dingen die we heel vaak niet aandurven. Er zijn natuurlijk zoveel gevoelens en ervaringen die we eigenlijk maar liefst aan ons voorbij zouden willen laten gaan. Ik denk een heel groot deel van het leven zouden we maar liefst niets van afweten. En literatuur helpt om die breuk te helen. Want veilig in het donker, onder de dekens, in bed met die boeken durf je wel. Geef eens een concreet voorbeeld van een boek waarvan je zegt dat had bijvoorbeeld voor mij een hele nieuwe werking. Of je het hebt geschreven of gelezen, dat doet niet eens goed. Want de bewijzen. Ja, God, ik vind het erg moeilijk om nou met een rijtje titels te komen. Ik denk dat elk boek dat zo'n fundamenteel bevredigende leeservaring geeft, dat geeft het vanwege dit aspect. Dat je het gevoel hebt als lezer. Dat je een belangrijk onderdeel van het leven op de staart hebt al lezen. En is er in jouw eigen werk dan niet een sleutelboek waarvan je zegt, daar heb ik het misschien het meest op de staart getrapt, daar staat het meest kern achter? Nou, nee, want ik moet altijd denken in dit verband aan de reis met woorden van Hella Haasen. Ooit zat ik heel erg vast met een boek, ik wist ineens niet meer waar het over ging. Ik zat er dan in de 14e integrale versie, maar het schrok mij ineens waar het boek over ging. En ik kloeg daarover tegen Hella en die zei toen tegen mij, ach kind, je hoeft je eigen werk niet te begrijpen, je hoeft het alleen maar te schrijven. Dus altijd als zo'n vraag wordt gesteld, dus als jij nu doet, dan verwijs ik je naar, ik heb geen idee, ik duid mijn werk niet. Het boek laat zich op drie verschillende manieren lezen. Het is een handboek voor beginnende schrijvers. Het is een boek ook voor lezers en het is tegelijkertijd een semi-biografie, autobiografie, literaire autobiografie. Laten we even bij het eerste deel beginnen. Dat handboek voor beginnende schrijver. Wat is het geheim van de schrijver? Een enorme hoeveelheid kinderen. Die zijn niet te koop. Sinds kort ook niet meer in kerk verkrijgbaar. Ja. Bij politieke partijen niet meer in de handel. Waar dan te vinden? Ja, in de ziel van de schrijver zelf, hè, als het goed is. Dat zul jij nu ook dagelijks aan het lijden. Ik kan hem niet vinden. Nee, het deel van het schrijven dat je niet kunt leren, niet kunt aanleren en ook niet in onderricht niet kunt overdragen, heeft natuurlijk te maken met een enorme hoeveelheid van onvoorwaardelijke liefde voor dat verhaal dat verteld wil worden. Daar draait het allemaal om. Je moet geloven in de levensvatbaarheid van het verhaal, je moet er het beste voor hopen en je moet een inzicht in het hele hebben en houden. Dat verhaal helpen om op te reizen uit zijn eigen oersoep en vervolgens op technisch te doen. Dat heet dus maar zwanger zijn, hè, van het verhaal. Nou, dat zijn vaak wel olifantsgedachten, ben ik bang. Even kijken wat dan de geboden zijn. Ik heb het nog over het facet handboek voor schrijvers. Wat zijn delen van de 10 geboden? Noem eens een aantal praktische handgrepen. Een hele praktische is, moet jij ook goed in je oren knopen, wil niet te snel debuteren. Ik heb zelf een hele lange leertijd gehad. Ik schreef het een boek na het andere dat ik van de uitgevers parkeren op onze tour kreeg, gewoon omdat ze slecht waren.
Je kan een hele rug steunen. Ja, bedoeld, het is geen beleid van onvermogen. Het laat nog allemaal goed komen. Maar in die periode zijn we op Verginnen. We zijn op Verginnen. We beginnen over een manuscript van... ja, het is eigenlijk best een aardig boek. Ik zou het wel zo kunnen publiceren. Maar ik vind het zo zonde, want misschien kan je nog veel beter dan dit. En je kunt maar één keer in je leven debuteren. En de eerste graad moet een daler waard zijn. En een slechte start kun je nooit meer ongedaan maken. Oké, dat is één. Heb geduld. En als je dan eenmaal aan het schrijven slaat, toch? Soms beter tegen weten of voelen in. Ja, goed, dan kom je op het terrein van eindeloze hoeveelheid praktische kanten. Hoe begin je goed? Hoe bouw je spanning op? Hoe schrijf je een goede dialoog? Welk perspectief kies je? Wat betekent dat dit de hoofdpersoon wordt en niet dat? Nou, dat behandel ik gewoon successievelijk. Kan dat? Stel je voor dat Hemingway het boek van jou had gelezen. Zou je dat nog hebben kunnen schrijven? Dat is een nog beter schrijven. Dit is een zelfcompliment, Marijn. Nog een derde van de drie geboden. Afgezien van dus mentaliteiten, geduld, afgezien van een aantal praktische handgrepen. Wat moet je nog meer hebben in huis voordat je kunt gaan debuteren? Nou, wat ik zelf de zwaarste vind en waar ik nog elke dag mee te strijden heb, is dat je twijfel moet verdragen. Zelffictie gaat gepaard met een soms werkelijk vermorzelende twijfel. Niet alleen omdat je elke zin op 1000 verschillende manieren kunt formuleren, maar ook omdat je nooit weet of dat werkstuk waaraan je een half jaar, een jaar, anderhalf jaar bezig bent, of je werkelijk een goed einde zult brengen. En ik heb vaak gemerkt dat beginnende schrijvers het gevoel hebben dat die twijfel een soort teken is van onvermogen. He, dat is een... Ja. Dat is het niet. Oh. Nee. Ik denk dat het een onlosmakelijk bijproduct is van iets maken. De twijfel is namelijk een kind van de verbeeldingskracht. Nou, als je geen verbeeldingskracht hebt, dan kun je ook niet al die verschrikkelijke scenario's voorstellen wat er mis gaat gaan met je boek. Maar hoe maak je die twijfel vruchtbaar? Gewoon praktisch. Je bent verscheurd, je zit daar achter in de lauw geworden koffie. En al die pogingen die zijn gestrand. Hoe maak je die vruchtbaar, die twijfel? Ja, ik wou dat is. Hij blijkt vaak achteraf vruchtbaar, omdat ook hij veroorzaakt dat je niet snel genoeg bent met je eigen prestaties. Dat je voortdurend denkt, ik moet er beter kunnen, waarom kan ik het niet beter? Maar ik ben er ook vaak gewoon echt door gevloerd geweest. En ook niet opgestaan uit een boek. Kun je dat kwantificeren? Hoeveel boeken heb je nooit uiteindelijk in de dageraad gezien? Ik ben maar een beetje gerust als je het niet doet. Ik heb wel een aantal. Aantal heb ik niet staan. Namen en rugnummers. Ik heb nu 50 boeken gepubliceerd. En ik denk dat ik in 7 halfweg gestapt heb. Dat is een beetje onderhandig. Maar die kunnen. Nou, is de vraag natuurlijk aan welk boek je bezig bent. Komen die fragmenten, die stukken boek. Op een dag toch weer terug in een ander boek? In een heel enkel geval heb ik een soort kunnen recyclen. Maar meestal was het natuurlijk gewoon het hele klimaat van het boek had iets onlevensvatbaars. Het is dan toch een kwestie van kill your darlings. Snappen, als je daar hebt over 10 geboden, dat ik 10 geboden van meer heb. Maar de kunst van het snappen is natuurlijk ook een. Kunnen weggooien. Oké, je hebt het 15 keer gehaald, de eindstreep. Wat is bij dat alles nou iedere keer je eigen zwakte gebleken als het gaat om die 10 geboden? Wat is, als het gaat om het ambacht van het schrijven, jouw zwakke steek? Nou, het heeft heel lang geduurd voordat ik een beetje elegant uit de voeten kwam met emoties. Het werd bij mij gauw slapstick als het gevoelig dreigde te worden. Als iemand eigenlijk in tranen moet uitbarsten, dan viel hij bij mij gauw het water of zoiets. Het heeft ontzettend lang geduurd. Ik had 7 boeken voordat ik in de gaten kreeg dat het veel moeilijker is om dat geloofwaardig in het water te laten vallen, want geloofwaardig tranen uit laten barsten. Dus ja, door schade en schande wijs. En zou je nu, als je naar je eigen werk kijkt en het gaat over emoties, zeggen, ik kan het lezen met het idee, het heeft kwaliteit, of voel je dat het nog steeds eigenlijk een zwakke steek is? Als schrijvende ervaring ik nog steeds het grootste hindernis. En ik kom dan wel vaak als het boek af is tot de conclusie dat ik het naar mijn beste eer en kunnen heb gered. Ja. Maar ik weet dat dat de stukken zijn die ontzettend spannend is.
Het tweede aspect van het boek voor lezers, wat kun je daarover zeggen? Wat is de heart of the matter als het gaat om de mededeling die dit boek aan lezers doet? Dat de lezer de enige natuurlijke bondgenoot is van de schrijver. Niet de uitgever? Nee, dat staat op een heel ander plan. De lezer is namelijk nodig om het verhaal af te maken. Elk verhaal vindt pas een beslag in het lezershoofd. De lezer heeft dus ook altijd gelijk. Ze zegt zo'n hele rare dingen. Er zit daar een vriendin van mij die al 16 jaar lang volhoudt dat in een boek van mij bepaalde personages elkaar met mes en vork hebben opgegeven. Telkens als het ter sprake komt, heb ik het net niet bij de hand, nu ook weer niet. Om het even na te slaan. Ik heb het zelf geschreven en ik weet vrij zeker dat die scène er niet in staat. Maar ik denk dat het dus allemaal zo lezen. Ik heb namelijk ook boeken die ik me om geschikte verkeerde reden blijkt te herinneren als ik ze herlees. Ik dacht dat ze waren beklijfd vanwege dit of dat. Terwijl de werkelijkheid dat maar zo blijft als ik het boek was. Iedereen leest steeds zo naar zo toe. En daarmee zie je hoe bepaald de rol van de lezer is. Thomas Verbocht zei vorige week dat een auteur die begint met het idee dat hij een structuur moet aanleggen die hij vervolgens gaat invullen, zijn lezer nooit goed kan bedienen. Is dat ook jouw visie op literatuur? Ja, het is altijd een kwestie van persoonlijke alchemie tussen de auteur en het verhaal, want ik ben wel iemand die van tevoren probeert de vorm en de structuur een beetje vast te stellen. Vaak is dat voor mij ook het beginpunt. Als ik weet dat een boek bijvoorbeeld bestaat uit 7 hoofdstukken die elk één dag beslaan, dan kan ik gaan beginnen. Mag niet van hem. Ja, het lijkt in mijn geval te werken. Ja. Hij zegt een figuur moet zelf tot leven komen en bepaalt dan de structuur van het boek. Heb je het zelf nooit zo meegemaakt? Nou, het is wel zo dat personages op waarlijk wonderbaarlijke wijze onder je handen tot leven kunnen komen. Het is een soort chemische reactie. Je gooit een aantal elementen bij elkaar in een potje. De situering, bijvoorbeeld de levensomstandigheden van die mensen. Het acute drama waarmee ze confronteren. En dat geheel, dat al geïnitieerd zichzelf en komt naar het lijkt haast wel tot leven. En neemt je heel veel beslissingen over in handen. In dit verband wil ik het even hebben over de appelboer. De appelboer kan niemand die Hart van Steen heeft gelezen zijn ontgaan. De appelboer is een heel debat, zo langzamerhand. Tussen jou, je uitgever en je lezers. Licht eens toe. In een Hart van Steen wordt de moeder langzaam maar zeker ten gevolge van een navelpsychose krankzinnig. En zij denkt dat al haar kinderen van de duivel zijn bezeten. En dat die gered kunnen worden van haar jongste kind, van een zuigeling, een baby, door allerlei folteringen en martelingen. En ik kon natuurlijk voor allerlei oplossingen kiezen in dit geval. Ik zou dat allemaal heel plastisch hebben kunnen beschrijven bijvoorbeeld, maar het was niet mijn oogmerk om dat allemaal zo abattoirachtig te schilderen. Dus ik zocht maar één enkel beeld dat zo naar en akelig zou zijn, dat het heel lang in je hoofd zou blijven doorklinken. En dus werd ik in een bijzinnetje, liet ik die moeder een appelboor in de vagina van haar baby duwen. En dat heb ik geweten vanochtend, want daar was niemand gelukkig mee. Ik kreeg het eerste commentaar van mijn redacteur Caroline en van de uitgeverij. En iedereen had iets van, mag die appelboor in godsnaam uit? En ik vond het erg moeilijk mijn voet bij stuk te houden, maar ik was zo in de gloria met het feit dat ik blijkbaar precies dat ene teweeg had gebracht dat ik teweeg wilde brengen. Namelijk een sensatie van ondraaglijkheid. Nou, en daarna kreeg ik dus brieven van lezers die mij schreven dat ze dit van mij niet accepteerden en zo. En nu terug naar die basisvraag. Is dat dan de auteur die de persoon dat laat doen, of sleept die persoon die auteur? In dit geval was het een zeer onmoedige afweging van mijn kant. Dat personage van mijn moeder heeft heel veel dingen in mijn boek gedaan zonder dat ik wist wat ze ging uithalen. En ze heeft heel veel werk en uit handen genomen. Maar dat neemt niet weg dat je, ja, als het ware om de punten op die te zetten, om daar de accent te krijgen waar je ze hebben moet, moet je gewoon vaak een beslissing nemen, iets uitdenken en besluiten, doen ze zo.
laatste deel, de, laten we zeggen, autobiografie, literaire autobiografie. Als je kort en kernachtig moet uitdrukken wat daar je punt is. Nou ja, ik was er niet zozeer op uit om een punt te maken, als wel tijdens het schrijven merkte ik dat ik soms uit mijn eigen werk het beste voorbeeld kon halen die illustreerde wat ik bedoelde op een bepaald moment over een zeker fictief proces of wat dan ook. En dat kwam natuurlijk omdat ik de wordingsgeschiedenis van mijn eigen werk ken. Ik weet niet hoe oorlog en vrede tot stand is gekomen of hoe ik Couperus en Lindeveer schreef. Ik weet wel hoe ik zelf mijn boek schreef en wat voor problemen ik daarin tegenkwam. Dus dat element, het sloopt er eigenlijk ongemerkt een beetje in. En ik ging het ook steeds leuker vinden, omdat ik mij ook dwong om een soort reflectie te hebben op boeken die al heel ver achter me lagen. Het is een rampzalig modewoord, kwetsbaar, maar die is kwetsbaar zijn, die kwetsbaar tonen. En dat betekent ook, denk ik, dat je een enorm debat te wachten staat met recensenten. Voor of tegen, en tussenweg lijkt mij er niet. Nee, ik ben ervan overtuigd gegaan toen ik zei, ja, dat schrijf ze allemaal in het boek, maar ze kan het zelf nog niet eens door de tijd brengen. Of ja, voor iemand die zulke boeken schrijft, kan je ook dit soort adviezen. Ja, ik kan er zo op. Je hebt zelf ook al geschreven voor ze. Zij kunnen dat niet. Wat verwacht je in alle ernst van de kant die dat debat zal opgaan? Nou ja, er is natuurlijk ook altijd zo'n heel puriteins idee van de ware schrijver wordt geboren. In alle andere kunsten is onderricht wel gewoon, maar bij schrijven zou dat niet het geval zijn. Dus wij hebben gewoon in ons land geen traditie in. Dus ik weet zeker dat dat ook heel meesmuilend zal gaan meespelen. Die denkt dat ze mensen kan leren schrijven. Jij vindt dat leuk toch? Je zoekt het zelf ook enorm op. Heel veel mensen zullen tegen je hebben gezegd. Ik roep dat nou niet over je af, maar er zit een zeker masochistisch element in. Ja, dat is toch een predikant in mij. Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld duizenden mooie verhalen op dit moment op zoek naar een verteller. En ik zou iedereen willen in staat stellen om een verteller van een mooi verhaal te willen worden. En als ik ze daarvoor door de boek van mij heen moet jassen, nou dat moet dan maar. Laten we door zijn, dankjewel.